Hallo allemaal, hier is Otto van Tromp.com en vandaag gaan we kijken naar het instellen van de teles 6 GONIS RTS afstandsbediening. En we gaan kijken hoe je de basisinstellingen doet, dus de eerste dingen die je doet als je de batterij erin stopt. Maar misschien heb je er helemaal geen tijd voor of geen zin in, dat kan natuurlijk ook. En dan kunnen wij het voor je doen. Dat kost 14,95. en voor dat bedrag zorgen wij dat jouw Tele 6 ingesteld is... En ook dat de kalender ingesteld is. Dat wil zeggen dat wij voor jou gaan instellen op welk moment de rolluiken naar beneden gaan en omhoog gaan. En natuurlijk ook op welk moment van de dag dat is. En je kunt zelf doorgeven hoe dat voor jou ingesteld moet worden. Het enige dat je dan nog moet doen is de zender te koppelen aan je rolluiken. Maar dat laten we in een ander filmpje zien hoe dat gaat. Dus voor nu ga ik er eventjes vanuit de tijd zelf voor doen. Maar wil je het later doen, dan weet je in ieder geval dat die optie er is. Verder is het belangrijk dat je weet wanneer de zon ondergaat in juni en december. Dat is namelijk belangrijk zodat we in kunnen stellen wat de schematijd is als je daarvoor gebruik van wil maken. Dus zoek dat even op, ik zet er een link voor in de beschrijving onder de video en ik kom er daarna nog eventjes op terug. Maar voor nu moet je even weten dat je die informatie wel eventjes bij de hand moet hebben om de start te kunnen maken. Oké, okay, dan gaan we beginnen. We gaan de batterijen in de afstandsbediening plaatsen. Achterkant zit het klepje, dan doe ik de batterijen erin. Voilà, en dan kunnen we dus nu de afstandsbediening gaan programmeren. Dus ik ga even op het pijltje drukken en dan zien we als eerste het jaar dat we gaan instellen. Nou, we zitten ondertussen in 2020, dus daar gaan we eventjes naartoe. Want stellen we vervolgens de maand in, we zitten ondertussen ook alweer in december, de dag. Vandaag de 16e. En vervolgens stellen we de tijd in. En het is nu 12 uur ochtends. Elke keer als je wisselt, druk je op de ronde toets. En die gebruik ik om vast te leggen. Dus dat is ook even belangrijk. Dus nu heb ik de tijd ingesteld en ik druk op de ronde toets. Vervolgens kun je de area. Ingeven zoals hier de afstamming vraagt. Die staat standaard op EU, dus voor Europa. De andere optie is Amerika, maar die gaan we natuurlijk niet gebruiken. Dus we laten deze even staan en bevestigen dat met de ronde toets. En hier zie je dus de befaamde schemerstand. Uh, dus je moet gaan kijken wanneer dat in juni gebeurt. En dan kun je dat, uh, dat opzoeken, zoals ik heb gezegd, uh, stuur ik daar een linkje voor. En Een linkje staat onder de video. Maar je kunt ook kijken op zonsondergangvandaag.nl. Daar kun je je plaats ingeven waar je bent. En dan kun je ook precies zien op welke maand, welke tijd en welke dag de zon ondergaat. Ik zet hem hier even op 10 uur in juni. En dan bevestig ik steeds met de ronde toets. En in december is het natuurlijk een stuk eerder. En zet ik hem op 4 uur als zonsondergang. En als ik dat gedaan heb. Dan hoef je verder niks in te stellen qua zonsondergang. Want wat de telus eigenlijk doet is tussen die twee punten die hij weet gaat hij berekenen wat alle andere schemertijden zullen zijn. En zo bepaalt hij dat dus. Dus je hebt een punt in de zomer en een punt in de winter. En op basis daarvan rekent hij de rest helemaal zelf uit. Nou wat ik verder nog kan doen is hier staat nu no sun. Um, dat wil zeggen dat ik kan aangeven of hij nog gebruik maakt van een zonnesensor. Dat is nu niet het geval dus ik bevestig dat weer. En dan zijn we er. Zoals je ziet zitten we nu weer terug in het gewone menu met de nummertjes 1 tot en met 6. En wat je vervolgens nog kan doen, en dat ga ik in andere video's laten zien. Is je kunt dit menu gaan personaliseren. Dat wil zeggen dat je kan aangeven wat de naam is van dit kanaal en van elk van de kanalen. Zodat het duidelijker is wat je eigenlijk aan het bedienen bent. En verder kun je een icoontje kiezen. Je hebt de keuze uit drie icoontjes of helemaal niks. En dan kun je ook nog met een makkelijke manier aangeven wat je aan het bedienen bent. Dus dat is een stukje personalisatie. Wat je verder nog kan aanpassen en dat doe je door... Op deze ronde knop te drukken, dan wissel je van instelling. Dus nu gaan we naar de automatische tijdsturing. Is het instellen van het tijdsmenu. Dus hiermee kun je bepalen op welk moment van de dag je rollenlijken moeten openen en sluiten. Of eventueel tussendoor naar een tussenpositie moeten gaan. Hier zijn heel wat mogelijkheden in. Dus die kun je zelf gaan instellen. En je kunt per dag bepalen hoe die dag eruit moet zien. Je kunt ook gemakkelijk kopiëren. En dat laat ik zien in andere video's. Omdat we het hierbij houden voor deze video. En dan kun je in die andere kijken hoe je dat precies kunt instellen. Dan wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken voor deze keer. De links vind je onder de video's natuurlijk. En dan graag tot de volgende keer.